Goeiedag, dit is het nieuws van 4 maart 2021. Eerst het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen gestegen met 4161. Ook zijn er 135 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan de situatie in onze eigen regio. Eerst het aantal inwoners per gemeente en dan de kaart met het aantal nieuwe besmettingen. Volgens het RIVM zijn er 231 mensen positief getest en dat zijn er minder dan gisteren. Wel zijn er 7 ziekenhuisopnames gemeld. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. En het advies blijft natuurlijk binnenblijven, bezoek van 1 persoon per dag, mijt drukte, handen wassen en beklachten laat u zich testen. U kunt voor een afspraak bellen met het nummer 0800-1202. Den Haag stelt dit jaar nog eens €500.000 beschikbaar voor de omruilregeling voor vieze dieselauto's en brommers. De regeling maakt deel uit van de maatregelen die zorgen voor schonere en gezondere lucht in Den Haag. Vorig jaar maakten bijna 2000 Hagenaars gebruik van de subsidie. Daarom is besloten de regeling ook dit jaar voor te zetten. Inwoners die hun dieselauto inruilen krijgen een tegoed van €1000. Een brom- of snorfiets levert een tegoed op van €400. Gedeputeerde Adrie Bom Lemstra vertrekt bij de provincie Zuid-Holland. Ze gaat vanaf mei aan de slag als voorzitter van Glastuinbouw Nederland, het netwerk van ondernemers in de glastuinbouw. Ze was sinds 2015 gedeputeerde voor onder meer land- en tuinbouw. Vanaf mei begint Bom Lemstra in haar nieuwe functie. Ze is ook voorzitter van Greenport West-Holland. De Druivenstraat is de 250ste lief- en leedstraat van Den Haag. Gangmaker Michel Vos van deze straat in de Vruchtenbuurt ontving het lief- en leedpotje van €75. Lief- en leedstraten zijn onderdeel van de gemeenschappelijke aanpak tegen eenzaamheid en vooral in deze coronatijd ongekend succesvol. Lief- en leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken. Waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed wordt gedeeld. Tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp kan ook. Het nummer daarvan 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.